Na de wedstrijd van de Arkemaanse Boys dan leeft dat natuurlijk gelijk al bij het publiek. In de wedstrijd zelf al gaven ze aan dat Vitesse eraan zou gaan, dus dat is mooi en dat leeft heel erg. En dat krijgen de spelers die nieuw zijn natuurlijk ook mee. De supporters vinden dit de belangrijkste wedstrijd van het jaar? Ja, zover is wel duidelijk. Kijk, bij ons is het ook duidelijk waar het om gaat. Alleen wij moeten deze wedstrijd met een stuk minder emotie spelen, maar wel met de gedachte waar het om draait. Zijn jullie zoveel minder? Jullie staan laatste, maar goed, dat zegt natuurlijk ook niet alles. Het is een ander elftal geworden. Nou, daar heb je gelijk in. Ik denk dat we nu op de goede weg zijn en dat we hebben laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen en we weer goed op de weg terug zijn. En ik denk dat dat zondag een uitgelegen kans is voor ons om dat te laten zien aan het publiek en aan heel Nederland. En dan kom je meteen van die laatste plek af, want dat staat natuurlijk toch gewoon heel vervelend. Ja, dat staat zeker vervelend, maar ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we daar dus niet te veel mee bezighouden. De laatste thuiszege was toevallig ook tegen Vitesse. Nou, was ik niet wel op de hoogte, maar het is inderdaad lang geleden en het wordt tijd dat we ook zeker thuis weer een overwinning op de mat zetten. We hebben nu de stijgende lijn ingezet en ik denk dat het belangrijk is om die te blijven inzetten en daarnaast natuurlijk gewoon punten pakken. Ja, want als je het positief ziet, jullie zijn ook al een maand ongeslagen. Ja, zo kan je het inderdaad ook zien.